Ik ben bezig met een aantal columns over het verschil tussen wetenschap en filosofie. En een van de opvallende dingen aan filosofie is dat de geschiedenis van de filosofie zelf altijd zo actueel blijft. Dat oude denkers, de oude Grieken die al honderden jaren, duizenden jaren dood zijn, nog steeds mee kunnen doen en mee kunnen praten over kwesties die op dit moment in de filosofie spelen. Dat is voor een doodgewone wetenschapper, een bioloog of een econoom of een geneeskundige, eigenlijk helemaal niet te begrijpen. Hoe is dat toch mogelijk dat die geschiedenis zo actueel blijft? Je kunt natuurlijk als bioloog of als econoom best geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van jouw vakgebied. Maar dan ben je daar vooral in geïnteresseerd omdat het zo'n apart rariteitenkabinet is, omdat het zo vol met curiosa zit. Die eigenlijk vooral laten zien hoe naïef en kinderlijk en onwetend die wetenschappers vroeger waren. Dat is in de filosofie helemaal nooit het geval. Hoe zou dat komen? Er is één interpretatie van John Dorling die wel grappig is, die zegt, je hebt een heleboel goede vragen. En je hebt ook een stelletje vragen die een soort van misbaksels zijn. Gewoon mislukte vragen, slecht geformuleerde vragen, die gewoon helemaal niet beantwoord kunnen worden. Nou, wat er gebeurd is, is dat al die goede vragen hebben zich in disciplines verzameld en daar wordt gewoon door wetenschappers aan gewerkt. En wat filosofie eigenlijk is, is gewoon de geschiedenis van de mislukkingen. Het is gewoon een opeenstapeling van al die suffige, onhandige vragen die niet beantwoord kunnen worden, waarop we dus niks zinnigs kunnen zeggen, of in ieder geval net zoveel zinnigs als Aristoteles en Plato vroeger ook al konden, want dat was ook niet zoveel zinnigs, omdat het zulke onhandige vragen waren. Zou dat een goed verhaal zijn over die rol van geschiedenis in onze discipline? En zou die helpen als verklaring om het verschil te kunnen uitleggen tussen hoe wetenschap en hoe filosofie met een geschiedenis omgaat? Ik denk van niet. Ik denk niet dat dat het verhaal is. Ik heb een soort ander verhaal daar tegenover te bieden. En dat verhaal heeft te maken met een van de bouwstenen van vooruitgang. Een van die bouwstenen die maakt dat een wetenschap als het ware op de schouders van giganten kan staan en verder kan kijken en andere soorten van vragen kan oplossen dan zijn voorgangers. En waarom dat in de filosofie heel anders werkt. En die bouwsteen is bewijsmateriaal. En bewijsmateriaal, daar wil ik het dus over hebben. En als je over bewijsmateriaal praat en je probeert te snappen wat is die term, waar komt die vandaan, wat is de etymologie van die term, dan zul je zien dat bewijsmateriaal komt uit de sfeer van de disputen, waar mensen het met elkaar oneens zijn, als het ware als een soort intellectuele tegenstanders zijn, voor de sake of argument vaak. Je zou kunnen denken aan advocaten en procureurs-generaal, en het gaat natuurlijk wel ergens om, die hebben duidelijk hun belangen. De een wil zorgen dat de dader veroordeeld wordt en de ander wil dat de onschuldige verdachte vrijgelaten wordt. Maar wat die twee dan hebben is dat zij zeggen, kijk eens, hier is bewijsmateriaal. Kijk nou eens naar deze gegevens, kijk naar dit materiaal en dan zou je zien dat dat materiaal zelf iets aantoont. Het bewijst iets, bijvoorbeeld dat de verdachte onschuldig is of juist niet dat hij de dader is. En hoewel die tegenpartijen het oneens zijn over het juiste antwoord op de vraag die in de kwestie centraal staat, en het oneens kunnen zijn, zolang als het duurt, over de juiste interpretatie van het bewijsmateriaal, accepteren ze dat iets kan bestaan als bewijsmateriaal. En dat kan doordat ze accepteren dat één bepaalde vraag precies op die manier gesteld moet worden. Ze zijn het over die vraag eens. Ze kunnen het over de rest allemaal eens zijn, maar ze hebben het over dezelfde kwestie. Ze hebben dezelfde vraag. En als je dat eenmaal snapt, dat bewijsmateriaal functioneert in de context van een kwestie, waarin er één vraag door iedereen geaccepteerd wordt als de vraag die opgelost moet worden, dan krijg je twee interessante vervolgvragen. In ieder geval vragen die filosofen dan interessant gaan vinden en waarin je langzaam wat van die verschillen kunt merken. De eerste is, hoe komen we eigenlijk aan een goed gestelde vraag? Hoe komen we aan een kwestie waarin alle partijen het eens zijn over de vraag zelf? Dat is één.
En de andere heeft daar op een bepaalde manier mee te maken. Die zeggen, stel dat we eenmaal een kwestie hebben. En je hebt dus een goed geformuleerde vraag. En in die vraag hebben we nu een context gecreëerd voor bewijsmateriaal om te bestaan. Dan kunnen we natuurlijk eigenlijk ook denken, die vraag zelf staat ook in een bepaalde context. En zou er misschien in die context bewijsmateriaal kunnen zijn dat ons vertelt dat de vraag zo geformuleerd moet worden? Dat klinkt nog heel abstract en ik ga het uitleggen aan de hand van een voorbeeld wat ik wel grappig vind, maar ik weet niet zeker of het didactisch heel goed werkt, maar in ieder geval vind ik het wel grappig. En dat is uit de sfeer van de detectives. En stel je voor, er is een lijk. En het is echt een lijk en hij is echt hartstikke dood. En je hebt het ook nog zien gebeuren. Want er was bijvoorbeeld een rotsblok dat van een helling omlaag komt starten. Wat tegen een boom aan knalt. Waardoor die boom omvalt precies bovenop het hoofd van een nietsvermoedende voorbijganger. Dan denk je, oké, daar is een lijk. Het is dood. Hij is dood. Niks aan de hand. Tragisch natuurlijk, maar een natuurlijke dood. Het is gewoon een gebeurtenis die gebeurt. Geen kwestie, geen vragen over te stellen. Allerlei vragen natuurlijk praktisch over hoe je dat moet afwikkelen, die dood enzovoorts. Maar stel nu dat er iemand komt en die zegt, maar kijk nu eens naar die boom. Die was eigenlijk aan één kant al ingezaagd. En wat ook het geval is, is dat dat rotsblok helemaal niet zomaar ineens loskwam van die helling, maar naar beneden is geduwd. Dan zou het wel eens kunnen dat de hele situatie verandert. En dat je zegt, nu hebben wij bewijsmateriaal om te denken dat hier een kwestie is. Wie heeft dit gedaan, wordt de vraag. Want het is duidelijk moord. En als we die vraag hebben, wie heeft dit gedaan, kunnen we bewijsmateriaal gaan verzamelen voor wie dit heeft gedaan. We willen immers weten wie de dader is. Maar dat dit de goede vraag is die gesteld moet worden. Waarbinnen er bewijsmateriaal mogelijk is. Dat stellen van die vraag is mogelijk geworden door, of noodzakelijk geworden zou je kunnen zelfs zeggen, door het bewijsmateriaal in de context die tot die kwestie heeft geleid. Als je er op zo'n manier naar kijkt, zie je dat er een soort tweetraps, of misschien kun je zelfs zeggen, meertrapsraket is, waarbij bewijsmateriaal leidt tot een vraagstelling, die leidt tot bewijsmateriaal, waardoor er een antwoord komt, die leidt weer tot een nieuwe soort van vraagstelling. En zo zou je kunnen zeggen, kan een discipline steeds preciezer, steeds specifieker een soort van vragen gaan proberen te vinden, omdat er zo'n hele rij aan bewijsmateriaal is wat meegenomen wordt naar de volgende kwestie. En dan krijg je een discipline die bouwt op zo'n stapel bewijsmateriaal. Dat is een groeiende stapel bewijsmateriaal van wat we weten. En zo kan een discipline vooruit gaan. En zo werkt het in de filosofie niet. En hoe komt dat? Omdat filosofie eigenlijk de kunst van het stellen van een vraag is, die niet alleen maar over de kwestie gaat waarvoor het bewijsmateriaal verzameld moet worden, maar die ook gaat over de context waarin deze kwestie de kwestie is die het is. En dus zou je kunnen zeggen, wat filosofie doet, is proberen te vragen, wat betekent het nu eigenlijk dat bewijsmateriaal bewijsmateriaal is? En dan krijg je een ander soort van kwestie. Dan krijg je eigenlijk, en dit is misschien een manier om het uit te leggen, dan krijg je een soort situatie waarin echte vooruitgang niet echt kan bestaan, maar daar gaat het ook niet om. Kijk, als je een kruiswoordpuzzel hebt, met allemaal woorden die ingevuld moeten worden, en je hebt er al een heleboel ingevuld, en doordat we er al zoveel ingevuld hebben, kunnen we nu gaan snappen wat hieronder moet komen, wat we alsmaar niet wisten. En daar gebruiken we als bewijsmateriaal al die al ingevulde woorden voor. Dan denkt de filosoof, ja, maar hier gebeurt iets aparts. Hier wordt als het ware antwoorden op vragen gaan gebruikt worden als bewijsmateriaal voor antwoorden op volgende vragen. Dat mag misschien wel. Maar als ik die woorden die hier allemaal al ingevuld zijn ga gebruiken als bewijsmateriaal voor het volgende woord, dan doe ik misschien iets heel geks en schimmers, omdat die woorden daar door mij neergezet zijn. En die zijn dus geen bewijsmateriaal in een of ander soort diepe oorspronkelijke zin, maar die waren bewijsmateriaal binnen een kwestie waarin het ging over het antwoord geven op deze. Op het zoeken van dit woord, of op dat.
En als je dus bewijsmateriaal buiten zijn context gaat gebruiken als bewijsmateriaal, dat vindt een filosoof apart. Dus een filosoof snapt dat een discipline, als het ware, steeds verder inzoomt door allerlei bewijsmateriaal te veronderstellen waar we niet meer over nadenken, zal een filosoof altijd zeggen van, ja maar, als je dat dus zomaar meeneemt, dan krijg je bewijsmateriaal binnen een kwestie, die misschien eigenlijk helemaal niks bewijst en misschien niet eens materiaal is, maar dat alleen maar is omdat je al dat andere bewijsmateriaal onnadenkend meeneemt. Alsof het bewijsmateriaal is binnen de kwestie. Wat het eigenlijk niet was, omdat het bewijsmateriaal was binnen een andere kwestie. Dus filosofen zeggen, iedere keer als je naar de kruiswoordpuzzel kijkt en je wil ergens een woord invullen, moet je eigenlijk helemaal opnieuw beginnen. Moet je met alle woorden weer opnieuw beginnen. Dat schiet natuurlijk helemaal niet op. Dan krijg je echt alleen maar vraag na vraag na vraag. En dus de filosoof die in de buurt van die detective komt, die zou bijvoorbeeld zeggen, ja, jullie stellen nu de vraag, wie heeft dit gedaan? Maar wat bedoel je met gedaan? Dit wordt een soort van flauw spelletje, lijkt het. Maar dit is de soort van vragen die filosoof stelt. Waarom is de vraag, wie heeft dit gedaan, in deze situatie de goede vraag? Als dat de kunst van de filosofie is, dan is filosofie ook geen zelfstandige discipline die een groeiende hoeveelheid aan bewijsmateriaal verzamelt op basis waarvan ze verder kunnen kijken dan hun voorgangers. Maar is filosofie alleen maar de kunst van het stellen van de juiste vraag, die steeds in iedere situatie als het ware opnieuw moet beginnen, waarbij je altijd weer opnieuw moet beginnen, waarbij dus altijd Aristoteles en Plato en noem maar op, iedereen weer opnieuw mee kan doen. Waarbij die kunst ook niet de kunst is om verder te komen in de filosofie, maar om verder te komen in de wetenschap. Dankzij de kritische houding van de filosoof die vraagt, heb je nu de goede vraag te pakken? Dus er is een soort interessante arbeidsdeling tussen de filosoof en de vakwetenschapper, waarbij een vakwetenschapper vooruit probeert te gaan en de filosoof iedere keer vraagt, is dit vooruitgang wat jij gedaan hebt? Is dit de vraag die gesteld moet worden? De filosoof hoeft niet op te schieten, die hoeft niet vooruit te gaan, maar die moet zijn vaardigheid om op het goede moment de goede vraag te stellen steeds blijven oefenen. Daarin is een interessant verschil wat mij betreft tussen wetenschap en filosofie.